Deze kinderen nemen het ervan. Ze springen voor verkoeling lekker in de Delftse Schie. Wij wonen hier ook in dezelfde straat. En wij wouden gewoon een keertje gaan zwemmen. En toen dachten we, oh ja, hier is die Schie. Dus daar kunnen we gewoon zomaar gaan zwemmen. Rommetjes maken en zwemmen. Hey, nu mag je hier eigenlijk niet zwemmen. Ja, het is toch... Het is toch warm. Ik ga het toch doen. Dit is het enige waar we zeg maar kunnen zwemmen. Maar zwemmen op deze plek mag niet, omdat het een vaarroute is met veel boten. Bernard Korte weet veel van veilige zwemlocaties in ons land. Waar dus geen verkeer is, waar goed is gecontroleerd of er geen oude fietsen of oude winkelwagentjes op de bodem ligt. Hè. Dus dat je ook echt onbezorgd dat water in kan plonzen. Toch doen veel mensen het wel. Ja, het is natuurlijk een beetje een spannende uitdaging voor de gemeente om dat dan tegen te houden. Want ze willen ook wel graag dat mensen zwemmen. Politie af en toe en dan zeggen ze dat je niet mag zwemmen. En dan zeggen ze, hou het wel een beetje rustig, dan mag het wel. In ons land zijn er naast gewone zwembaden ruim 800 officiële zwemlocaties. Op die plekken is het veilig om te zwemmen en het water wordt er regelmatig gecontroleerd. Ze zijn vaak te herkennen aan een ballenlijn in het water of een informatiebord. Daarnaast zijn er dus heel veel plekken waar die controle er niet is. Zwemmen is daar dan ook eigenlijk niet de bedoeling. En bij bruggen, sluizen en opvaarroutes is het echt verboden. Daar kun je zelfs een boete krijgen. Toch wordt er op onveilige plekken wel gezwommen. Vaak komt dat omdat er te weinig goede zwemlocaties zijn. We gaan met elkaar eens goed kijken in de omgeving. Waar kunnen we nou plekken creëren, plekken maken waar mensen gewoon veilig en gezond kunnen zwemmen? Want nu zijn er te weinig. Nu zijn er te weinig. Ook in Delft heb je van die aangewezen zwemplekken, zoals hier het Delftse Hout. Maar je ziet het is hier ontzettend rustig. En dat komt omdat op deze zwemplek nu blauwalg is. En hier dus weer wordt ontraden om nu te gaan zwemmen. Gewoon lekker koud water en ergens anders kan het niet. Want? Bij Delftse Hout ligt blauwalg en verder is niet ergens een zwemplek hier. Er zijn gewoon te weinig plekken en daarom zwemmen we hier. En dus genieten ze hier gewoon van het water, maar ze proberen wel extra op te letten. We kijken wel, maar meestal als we er een keer niet zien, dan zegt papa wel dat er een boot aankomt. Die houdt alles goed in de gaten? Ja.